Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we starten met de middeleeuwen. Dan starten we ook met een nieuw tijdvak, het tijdvak van monniken en ridders. Het tijdvak wat duurt van 500 na Christus tot 1000 na Christus. En in dit hoofdstuk gaat het vooral over monniken en ridders. Dat zijn twee belangrijke figuren uit de twee belangrijke groepen in deze tijd. En daarbij gaan we het ook nog hebben over de boeren, maar daar gaat het vooral in paragraaf 3 heel veel over. Om te beginnen vind ik het altijd wel leuk om te kijken naar de vraag waarom de middeleeuwen eigenlijk de middeleeuwen heet. Dat is eigenlijk een beetje een gekke naam. Nou, het is een naam die je uiteindelijk hebt gekregen toen we een aantal jaren naar de middeleeuwen gingen terugkijken. Dus het was niet zo dat ze de middeleeuwen noemden in de tijd dat ze erin leefden. Nee, het had er eigenlijk vooral mee te maken de tijd die ervoor zat en de tijd die erna zat. De middeleeuwen beginnen ongeveer nadat het Romeinse Rijk verdwenen is. En na de middeleeuwen dan begint er een andere tijd, de Renaissance. En veel van jullie hebben met filosofie die beide tijden ook wel bekeken. Zeker de tijd van de Renaissance. Want de Renaissance is een tijd waarin de mensen eigenlijk teruggaan naar de kunst en de ideeën uit de oudheid. Dus ze gaan weer filosofen lezen uit de oudheid. Ze gaan weer kijken naar wat mensen gewoon ideeën hadden over kunst. Dan heb ik het over bouwkunst, dan heb ik het over het maken van beelden. En eigenlijk zie je dat na de Romeinse tijd de mensen in Europa eigenlijk niks meer doen met al die ideeën en uitvindingen van de Romeinen en van de Grieken. Want de Romeinen gebruikten ook veel van de Grieken. Sterker nog, heel veel dingen die we nu heel erg modern vinden, die de Romeinen al deden, die doen de Europeanen helemaal niet meer. En dingetjes als vloerverwarming, wat de Romeinen hebben uitgevonden ooit, dat kennen de mensen in de middeleeuwen echt niet hoor. Politieke systemen waarbij de burgers mogen kiezen, kennen ze niet in de middeleeuwen. In de Romeinse tijd kunnen heel veel mensen lezen en schrijven. Nou, als we naar Europa kijken, dan kunnen in Europa eigenlijk bijna geen mensen schrijven. Dus je ziet eigenlijk dat het achteruit gaat in Europa. En als we dan terugkijken, dan hebben we aan de ene kant de oudheid, een hele mooie tijd zou je kunnen zeggen. Dan krijgen we een tijd waarin de ontwikkeling van de mensen heel slecht is. Waarbij er ook nog eens gigaveel oorlog wordt gevoerd. Er heel veel mensen doodgaan. Erge ziektes zijn. Gaan we het later ook nog over hebben. Dus heel veel dood en verderf. Ja, en daarna krijgen we weer een tijd waarin alles weer opleeft. Dan gaan mensen weer kijken naar die mooie tijd. Nou, en die tijd daartussenin. Die 10 eeuwen waarin er eigenlijk niet zo erg veel gebeurde. Dat noemen wij uiteindelijk de middeleeuwen. We gaan starten met paragraaf 5.1 en die gaat over leenheren en leenmannen. En als het goed is, weet je na deze video wat het verschil is, wat leenheren zijn en wat leenmannen zijn en wat hun functie was. En op het plaatje zie je een stad met een muur eromheen en dat is eigenlijk wel een beetje waar het deze paragraaf om draait. We gaan in eerste instantie even kijken naar het Frankische Rijk. Het Frankische Rijk was na het Romeinse Rijk. En na die tijd eigenlijk voor het eerst weer een land wat een beetje groot was qua grenzen. Nou, je hoeft niet heel erg veel goed na te denken om te bedenken dat het Frankische Rijk een groot deel was van wat we nu Frankrijk noemen. En de koning van het Frankische Rijk, dat was Karel de Grote. En Karel de Grote had het Rijk geërfd van zijn vader, die het weer geërfd had van zijn opa. Die was eigenlijk begonnen met een groot rijk veroveren. En Karel nam het over en veroverde daar nog veel meer gebieden bij. Dat kwam vooral omdat hij een sterke cavalerie had. En een cavalerie, dat zijn soldaten te paard. En Karel had heel veel goede tactieken om met die soldaten te paard makkelijk en goed veldslagen te kunnen winnen. En Karel speelt een hele belangrijke rol in het Europa van de middeleeuwen. Karel was eigenlijk iemand die eigenlijk niet past bij de middeleeuwen, omdat hij juist wel voorzichtig een beetje aan het kijken was naar wat de Romeinen deden en de Romeinen vonden. Hij wilde juist wel wat meer naar kunst kijken, naar bouwkunst. Dus hij paste daar niet helemaal in, maar het was eigenlijk een bekende en een grote koning uit de middeleeuwen. Nou, een plaatje van zijn rijk is dan wel even handig. Zijn rijk had voor een groot deel, dat was een beetje de basis, een groot deel, het deel in handen wat we nu Frankrijk noemen. Maar ze hebben er ook vrij snel hebben ze er ook andere gebieden bij veroverd. Zeker Karel de Grote heeft grote delen van Italië veroverd, grote delen van Duitsland. Ook delen van Nederland trouwens hoorden bij het grote Frankische Rijk. Karel de Grote liet bijvoorbeeld een groot paleis bouwen in Nijmegen.
Van dat paleis staan nog steeds een aantal dingen overeind. Onder andere nog een klein kapelletje waar Karel graag in ging bidden. Hij kwam zelf ook regelmatig in Nijmegen. Dus als je daar ooit bent, kan je nog naar de kapel van Karel de Grote. Maar het Rijk had zelfs gebieden in wat we nu Kroatië noemen, Polen, Tsjechië, Oostenrijk. Het was een vrij groot Rijk. Daarbij had je ook nog gebieden die Karel niet veroverde, maar gebieden die wel naar hem luisterden. Dus als Karel zei van nou, ik heb wat soldaten nodig. Of ik heb hulp ergens anders bij nodig, dan hielpen die volken die hielpen hen in ruil dat ze eigenlijk hun eigen land mochten blijven besturen. In het jaar 800 wordt koning Karel de Grote zelfs keizer Karel de Grote. De paus in die tijd in Rome had hulp nodig. Zijn rijk werd aangevallen door het volk van de Longobarden, maar dat mag je meteen weer vergeten. En Karel stuurde een aantal koeriers. Nee, dat zeg ik verkeerd. De paus stuurde een aantal koeriers naar Karel om te vragen om hem te komen helpen. En Karel was een heel erg zwaar gelovige christen en stuurde eigenlijk meteen soldaten die kant op en ging zelf met zijn leger zo snel mogelijk naar Rome toe. En hij wist de tegenstanders te verslaan en als beloning werd Karel tot keizer gekroond. En dan zie je ook weer een klein beetje dat Karel wat met de Romeinen te maken had. Want Karel wilde graag keizer gekroond worden. Eigenlijk is er geen enkel verschil tussen een keizer of een koning, maar op een of andere manier klinkt een keizer klinkt belangrijker. Dat heeft er vooral mee te maken omdat de Romeinen een keizer hadden. En dat wilde eigenlijk Karel ook wel, omdat hij ook zo'n groot rijk had. En Karel wordt dus in het jaar 800 tot keizer gekroond. Daar heb ik een filmpje van bij deze PowerPoint, bij deze video, die ik weer onderaan bij de opmerkingen toevoeg. Dan nog wel even belangrijk, Karel had natuurlijk een heel groot rijk, maar hoe bestuur je nou zo'n heel groot rijk? Zeker omdat het heel erg lastig is om zomaar een papier op te hangen met daarop alle regels, want heel veel mensen konden eigenlijk niet lezen. Daarom vond Karel ook dat onderwijs belangrijker moest worden. In die tijd konden alleen mensen die bij de kerk hoorden, die konden schrijven. Monniken, eigenlijk om het zo maar te noemen. En we noemen alle mensen die bij de kerk horen, dat noemen wij geestelijke. En dan heb ik het over de paus, monniken, maar misschien heb je wel eens gehoord van een bisschop, een kardinaal, een priester. Dat soort mensen die konden schrijven. En Karel probeerde overal in zijn rijk, probeerde hij een soort van schooltjes te starten. Dat klinkt heel mooi. Echt niet elke jongen kon naar school, maar vooral de kinderen van rijke mensen konden naar school. Maar Karel zelf probeerde eigenlijk de mensen wat meer te leren in zijn rijk. Zelf kon Karel niet schrijven. Wat we van Karel weten is dat hij heel vaak, als hij een handtekening ergens van moest zetten, dan maakten de monniken die maakten een vakje voor hem. En daar hoefde dan hij een soort van vinkje in te zetten. Dat was de handtekening van Karel de Grote. Maar Karel vond het onderwijs dus heel erg belangrijk. Wat Karel ook deed, en dat stond hij ook onbekend, was dat hij constant onderweg was. Hij bleef niet heel erg lang in zijn paleis. Hij had ook heel veel verschillende paleizen. En waarschijnlijk ook om die reden. Hij vond dat je als koning ook gezien moest worden. En dat mensen af en toe de koning wat moesten kunnen vragen. Of in ieder geval dat de rijke mensen uit het Rijk iets aan hem zouden kunnen vragen. En om door hem af en toe te laten zien, door zichzelf te laten zien, kon hij laten zien wie er de baas was, wie het gezag had in zijn grote land. Hij had ook een systeem om het Rijk goed te besturen en ook een systeem om dat Rijk goed te beschermen. En wat hij deed, dat was in ieder geval elk jaar een Rijksdag organiseren. Het was een dag waarop alle rijke mensen die iets te vertellen hadden in zijn Rijk, ook vaak mensen met een leger, bij elkaar kwamen. En dan werden alle nieuwe regels en wetten er voorgelezen. En dan werden er ook verteld wie de nieuwe leenmannen zouden gaan worden. En daar ga ik je zoiets meer over proberen te vertellen, want dat was eigenlijk een systeem, en je ziet al meteen een aantal woorden staan. Het systeem van de leenmannen, met graven en hertogen. Dat noemen we ook wel het leenstelsel of het feodalisme. Dat zie je ook bovenaan staan. En dat betekent eigenlijk hetzelfde. Het woordje feodum betekent in het Latijn lenen. En wat Karel deed in zijn rijk was stukjes grond uitlenen aan mensen. Dat deed hij niet zomaar, nee, dat deed hij om zijn rijk goed te kunnen besturen. Nou, dat ga ik je proberen wat duidelijker uit te leggen. Er was in het rijk van Karel de Grote een leenheer. Dat was Karel zelf. Hij was de heer, hij was de baas. En de leenheer leende grond, gebied uit aan een leenman.
Een ander woord voor een leenman is ook wel een vazal. Maar voor het gemak hou ik het nou even op leenman. Nou, dat gebied uitleveren, dat ging niet zomaar. He, ze kregen dus een groot stuk land. Ze kregen daarbij trouwens ook een titel. Ik zei het al, een graaf of een hertog. Dat waren titels die je kreeg. Als je jezelf graaf kon noemen, dan was je belangrijker. Dat vonden mensen heel belangrijk. Maar je moest daar iets voor terug doen als jij graaf werd en een stukje gebied van Karel kreeg. Je moest namelijk belasting betalen aan Karel en je moest Karel helpen bij een oorlog. En als je dat niet deed, had je ook echt een probleem. Want Karel zei, nou, je krijgt mijn stukje grond en daarvoor wil ik ook echt, als ik met mijn vingers knip, omdat ik een gebied wil veroveren, dat jij mij 50 of 100 soldaten levert. En ook die belasting betalen, jij moet belasting ophalen bij mijn volk en dat betaal je weer naar mij. Dat was voor de bevolking trouwens niet altijd even prettig, want die leenmannen die haalden altijd veel te veel belasting op en dan gaven ze een deel aan Karel en een deel, ja, dat hielden ze zelf. Maar dat was het systeem zoals het werkte. En dat was best wel een slim systeem, want zo hoefde Karel eigenlijk een veel minder groot stuk te regeren. Hij moest af en toe bij zijn leenmannen gaan kijken om te kijken of zij zich goed aan de afspraken hielden. Of zij ook echt belasting ophaalden en of zij ook zorgden voor, ja, rust in zijn rijk. Want dat vond hij ook wel belangrijk. Maar het rijk van Karel was best wel groot. Dus je kan je voorstellen als je een stukje rijk, een stukje grond uitleent, dat je nog steeds wel een heel, ja, flink rijk hebt om te verdedigen. Daarom was er nog een ander systeem. Namelijk, als het gebied nog steeds wat te groot was, dan leenden de leenmannen, die leenden ook het gebied weer uit aan de achterleenmannen. Nou, om het dan even nog wat ingewikkelder te maken, de leenman wordt dan eigenlijk de leenheer. En de achterleenmannen moeten dan hun leenheer helpen bij oorlog en belasting betalen. En ze kregen dan vaak ook een titel. En dat systeem, dat noemen we dus het leenstelsel. Ik heb nog een volgende dia, om je dat proberen, ja, iets duidelijker uit te leggen. Daarbij heb ik ook gewerkt met wat kleurtjes. Nou, even stel je voor, dit is het Grote Rijk van Karel de Grote. Het is een beetje een vierkant land, maar dan kon ik het op de beste manier weergeven. Karel de Grote was de leenheer. Hij verdeelde bijvoorbeeld de helft van zijn rijk, of een stuk van zijn rijk, dat deelde hij uit aan een leenman. En die leenman dacht, nou, dit is nog steeds wel een vrij groot stuk land, weet je wat? Ik ga zelf ook voor leenheer spelen. Ik leen mijn land ook weer uit. En dan leende hij het uit aan een achterleenman. En zo werd het rijk van Karel in allemaal verschillende stukjes verdeeld. En dat systeem werkte echt als een trein. Dat ging hartstikke mooi. Karel die ging constant het rijk door om te kijken of mensen dat goed deden. En het rijk werd goed bestuurd, grenzen werden goed bewaakt, belasting werd opgehaald. Ging hartstikke mooi. Totdat Karel doodging. Want toen Karel doodging, had hij een aantal zoons. Die aantal zoons van hem die waren eigenlijk wat aan het ruzien met elkaar, wat er eigenlijk moest gebeuren. Die leenmannen die zagen Karel niet meer. Die vergaten eigenlijk dat ze dat stukje grond te leen hadden. Die vonden eigenlijk dat het hun eigen stukje grond was. En die gaven hun stukje grond ook niet terug als ze doodgingen, maar die gaven hun stukje grond aan hun eigen zonen. Er kwamen weer ruzies tussen verschillende leenheren, die weer gebieden van andere mensen gingen veroveren. En dan zie je dat, ja, de middeleeuwen, zoals ze eigenlijk voor Karel de Grote waren, weer vrij snel weer, ja, dezelfde middeleeuwen worden. Namelijk weer heel veel oorlogen, heel veel ruzie, heel veel doden. En dan zie je ook voor het eerst dat je ook echt, en daar kennen we de middeleeuwen ook een beetje van, dat je bijvoorbeeld overal kastelen ziet beginnen. In eerste instantie zijn dat gebieden met houten paaltjes eromheen. En die houten paaltjes worden langzaam steeds wat hoger. En dan worden het geen houten paaltjes, maar worden het stenen paaltjes. En uiteindelijk krijg je hele grote burchten en kastelen, waarvan we nu nog een aantal kennen in Europa die echt fantastisch zijn om te bezoeken. En ja, burchten die boden bescherming en die hielpen mensen ook tijdens oorlogen. In zo'n burcht had je vaak een aantal mensen die veel geld hadden. Die mensen werden dan bijvoorbeeld ridders genoemd. Dat waren weer speciale soldaten. Daar kom ik zo nog eventjes kort op terug. Maar dat hele leenstelsel valt dus eigenlijk na Karel uit elkaar. En dan wordt het in Europa weer heel erg onrustig en onveilig. Nou, die ridders, ik had het net al eventjes kort over. Je kon niet zomaar ridder worden. Als je ridder wilde worden, moest je een aantal dingen doen. In eerste instantie moest je hele lange tijd moest je een schildknaap zijn. Dat was eigenlijk een soort van slaafje. Jij moest de ridder die je diende, moest je helpen met het poetsen van zijn paard, het aangeven van zijn harnas, het doen van allemaal stomme verschillende klusjes. Maar dan kon je heel langzaam een ridder worden. Dan moest je ook, als je ridder wilde worden, geslagen worden door een andere ridder.
Dat betekent niet dat hij met zijn vuist recht in je gezicht sloeg. Nee, dat betekende dat jij, als jij ridder zou worden, dan hoorde daar een ceremonie bij. Dan moest je op je knieën gaan zitten voor de ridder. En dan sloeg hij jou heel zachtjes met de platte kant van zijn zwaard. Dat is iets prettiger dan met de scherpe kant. Aan beide kanten heel zacht op je schouder. Nou, dan werd je tot ridder geslagen. Dan werd je van adel. Dan kreeg je ook vaak een titel. En in het begin zag je dat er niet zo heel veel ridders van adel waren. Maar vanaf 1100 moet je zelfs, als je ridder wil worden, eerst van adel zijn. Dan mag je dus als gewone boer niet zomaar meer ridder worden. En als je ridder wil worden, moet je ook lid worden van een ridderorde. En het was ook een gezelschap waar allemaal regels in stonden, hoe ridders zich bijvoorbeeld moesten gedragen. Van ridders werd verwacht dat ze niet hun macht en hun kracht misbruikten. Maar van ridders werd verwacht dat ze zich op een bepaalde nette manier zouden gedragen. Tegenover vrouwen, tegenover andere mensen. Gewone boeren, tegenover de gewone bevolking. En ridders moesten dus een soort van voorbeeldfunctie zijn in de samenleving. En dan ben ik eigenlijk nog één ding helemaal vergeten te vertellen. Want wat we eigenlijk gewoon met een ridder bedoelen, is dan eigenlijk een soldaat te paard met een harnas aan. En dat klinkt heel makkelijk, maar als jij een gewone soldaat was in de middeleeuwen, dan was jij heel blij als je een helm voor jezelf kon kopen. En misschien kon je een maliënkolder kopen. Een maliënkolder is een soort van hemd met allemaal hele kleine ringetjes, zodat je toch een beetje beschermd was tegen een vijandig speer of zwaard of pijl van een pijl en boog. Maar dat was allemaal al heel duur. En als je al een paard kon kopen, dan betekende dat je al heel veel geld had. Als je daarbij ook nog een heel duur harnas en een groot schild kon kopen, had je nog veel meer geld. Dus ja, ridder werd je niet zomaar. Nee, je moest echt heel veel geld hebben. En als we het over ridders hebben, dan hebben we het dus over soldaten te paard met een groot harnas aan. En een gewone soldaat was gewoon te voet. Had wel een paar beschermende stukjes harnas, maar niet een heel groot harnas zoals we dat kennen bij een ridder. En zoals je ziet op het plaatje rechtsbovenin. En ook zoals je zag op het plaatje aan het begin van deze video. Tot zover deze paragraaf. Ik denk redelijk goed te doen qua tijd. Ik heb volgens mij vooral dingen uitgelegd die nuttig waren. Heb je nog vragen? Laat het dan vooral eventjes aan mij weten. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en tot de volgende keer.